For more media content from Grace Community Church in San Antonio, Texas, go to gccsatx.com. Media used by permission of Heart Cry Missionary Society. Visit us online at heartcrymissionary.com. We are going to continue our study on marriage tonight. We gaan verder met onze studie aangaande het huwelijk vanavond. But first some questions have been asked and we'll go ahead and just address these quickly, get them out of the way, hopefully be helpful. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik twee vragen beantwoorden die zijn ingediend. Before we do, let's pray. En voordat we dat doen, zullen we samen bidden. Father, thank you for this day. In all the things that can happen, all the confusion that can enter into the mind, I thank you, Father, for the Holy Spirit has the power to give us clarity of mind, for the scripture that renews our mind. Father, we know that in much talking there will be sin. I pray that you would guard my tongue, guard my heart. Lord, that what is done here will be to your glory and for the edification of your people. Father, our greatest need is the filling of the Holy Spirit, knowledge of your word, the character of Christ. Father, help us. Give us wisdom. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, first question. De eerste vraag is, hoe kan Brother Paul Washer goed voor zijn gezin zorgen als hij de wereld rondreist om te preken? Neemt hij zijn gezin ook mee? Zomaar een vraag uit nieuwsgierigheid. How can Brother Paul Washer take good care of his family when he travels all around the world? Do you take your family with you? Uh-huh. It's only a question out of curiosity. Right. Well, that's a great question, and I really appreciate it. And I need to clarify that. Nou, ik waardeer deze vraag en ik moet daar misschien een aantal zaken over verduidelijken. I don't travel as much as I used to. Ik reis niet meer zoveel rond zoals ik vroeger deed. As a matter of fact, I believe this is my first trip out of the country this year, I think. In feite geloof ik dat dit mijn eerste reis is naar het buitenland dit kalenderjaar. Many times when I travel in the States, I take my family with me. En inderdaad, als ik rondreis in de Verenigde Staten, dan neem ik mijn gezin met mij mee. And in the next few months, I even plan on making some other changes so that I can spend even more time with my family. En in de komende maanden ben ik van plan om nog wat meer veranderingen door te voeren, zodat ik nog meer tijd met mijn gezin kan doorbrengen. And I am making those changes because I see that my family needs me more. En ik wil die veranderingen doorvoeren omdat ik zie dat mijn gezin mij nog harder nodig heeft. Another thing that's very important to understand is this. En iets anders dat heel belangrijk is om te begrijpen is dit. If we are consistently spending biblical time with our family. Als we consequent gewoon Bijbelse tijd met ons gezin doorbrengen. Then when we have to make extended tours somewhere else, it doesn't do damage to the family. En als we daarna soms ook wat langer van huis zijn, dan zal dat het gezin geen schade aandoen. Let's say that I'm home for 3 weeks. Stel je voor dat ik gewoon 3 weken thuis ben. And then I have to leave for a week. En dat ik daarna een hele week weg moet. But if in those 3 weeks I average about 3.5 to 4 hours a day with my children. Maar als ik in die 3 weken ongeveer 3.5 tot 4 uur per dag met mijn kinderen doorbreng. And I'm pouring my life into them. En ik mijn leven met hen deel. With quality time. En het is echt kwaliteitstijd. Then when I have to leave for a week, it's not such a traumatic experience. Als ik daarna een hele week weg ben, is het voor hen niet een traumatische ervaring. Also, my son Ian began traveling with me when he was 4.
Mijn zoon Ian die begon met mij mee te gaan af en toe toen hij vanaf dat hij 4 jaar oud is. And now Evan travels with me. En Evan, mijn andere zoon, die reist nu ook soms met mij mee. And Rowan is, well, she's 2. En Rowan is slechts 2. And so we go to church. En we gaan samen naar de kerk. Where I'm preaching a revival. We gaan naar een kerk waar ik een conferentie in een gemeente verzorg. They come in with me, sit on the second row. En dan zijn ze bij me en dan zitten ze op de tweede rij. And listen to a lot of preaching. En dan luisteren ze naar veel van mijn prediking. Ian can make it pretty much all the way through the sermon. Mijn zoon Ian die kan het aardig de hele preek volhouden om mij te volgen. But I always make sure Evan has an extra seat because he's going to go to sleep. Maar ik zorg er altijd voor dat Evan, mijn andere zoon, 2 stoelen heeft, zodat hij in slaap kan vallen. And also it's very important that I look for opportunities. Like if my family travels with me and I'm preaching for a week. Als mijn gezin met mij meereist en ik een week lang ergens preek. I do not have my family in that church all week. Dan is het niet zo dat ik wil dat mijn gezin de hele week in de kerk zit. I'm not going to make my children go to church 7 days straight for 3 hours a night. Want ik wil niet dat mijn kinderen, ik zeg niet dat mijn kinderen in zo'n week elke avond 7 dagen lang, 3 uur lang in de kerk moeten zitten. I'm not going to put them in a situation which will almost demand that they disobey. Ik ga hen niet in een situatie brengen die haast wel voor zeker ertoe leidt dat ze ongehoorzaam zullen worden. Or a situation in which they will fail. Of een situatie waarin het gewoon mis zal gaan. For example. Bijvoorbeeld. You go to your 4-year-old and say, 2 plus 2 equals what? Je gaat naar je 4 jaar oude kind en je vraagt hem 2 plus 2, wat is dat? That's a reasonable question. Nou, dat is een goede vraag voor iemand van 4. It is not a reasonable thing to go to your 4-year-old. Het is niet iets redelijks om naar je kind van 4 jaar oud te gaan. And have him explain quantum mechanics. En hem kwantummechanica te laten uitleggen. To have a child learn to sit still in church while his dad is preaching is biblical. Nou, dat je een kind aanleert dat hij gewoon stil in de kerk moet zitten als zijn vader aan het preken is, dat is bijbels. But to make him go to church 7 and 14 days in a row is torture. Maar om tegen hem te zeggen dat hij 7 of 14 dagen lang elke avond in de kerk moet zitten, dat is mishandeling. Another thing, when they travel with me and we've been in the church quite a bit. Aan de andere kant, als ze met mij meereizen en we zijn best veel in de samenkomsten. I make sure that we also during that trip do something really fun. Dan zorg ik er ook voor dat we gedurende zo'n reis ook iets leuks gewoon doen. You see, they're 8. And they're 5. They're not seminary students. Dus weet je, ze zijn 8 jaar en ze zijn 5 jaar. Het zijn geen theologiestudenten. Do not put on a child more than he can bear. Je moet niet een kind zwaarder belasten dan wat hij kan dragen. Or cause him to be bitter. Of je moet geen dingen doen waardoor hij bitter wordt. Next question. Ik heb er moeite mee dat sommige vrouwen wat sensueel gekleed zijn. Hoe behoren we gekleed te zijn? I have some trouble with some women being dressed a little sensual. How should we be dressed? Well, the Bible tells us. De Bijbel zegt ons. In the book of Hezekiah, chapter 3. The book of Hezekiah. Oh, now I understand. Okay. In het boek Hezekiah, hoofdstuk 2. Verse 10 says, women shall not wear pants. Daar staat dat vrouwen geen broek mogen dragen. And women shall not put on any lipstick. En vrouwen mogen geen lippenstift opdoen. And women should attempt to be as ugly as possible. En vrouwen moeten hun uiterste best doen om er zo lelijk mogelijk uit te zien. There's only one problem. Alleen, er is één klein probleempje. The book of Hezekiah is not in the canon. Het boek Hezekiah staat niet in de kanon.
And it was recently written by a bunch of legalists. En het werd onlangs geschreven door een groepje wetticisten, legalisten. It seems that everyone always goes to an extreme. Het lijkt erop dat dat iedereen altijd geneigd is om in extremen te vervallen. A really good Bible teacher by the name of Conrad Murrell. Een hele goede Bijbelleraar met de naam Conrad Murrow. He said, "You can go 1,000 miles that way and walk in falsehood." Hij zegt, je kunt 1,000 kilometer die kant op lopen en afdwalen in valse leer. And you can go 1,000 miles that way and walk in falsehood. En je kunt 1,000 kilometer die kant op lopen en terechtkomen in, ja, misschien niet valse leer, in onechtheid. But to walk in the truth is like walking on the edge of a razor blade. Maar om in de waarheid te wandelen is alsof je wandelt op de kant van een scheermesje. It's very easy to fall off this way. Het is heel makkelijk om er aan de ene kant vanaf te vallen. And be liberal. En vrijzinnig te worden, liberaal. It's very easy to fall off this way and become a legalist. En het is heel makkelijk om aan de andere kant er vanaf te vallen en wettisch te worden. Especially when the Bible does not specifically say all that we want it to say. In het bijzonder wanneer de Bijbel niet precies en specifiek alles aangeeft wat wij zouden willen dat de Bijbel zou aangeven. In 1 Timothy chapter 2, in 1 Timotheus hoofdstuk 2, vers 9. He says, "I want women to adorn themselves with proper clothing, modestly and discreetly, not with braided hair and gold or pearls or costly garments, but rather by means of good works, as is proper for women making a claim to godliness." Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelf en versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of parelen, of kostbare, of kostelijke kleding, maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Sometimes we wish that the apostle Paul would have said more. Soms dan wensen we wel eens dat de apostel Paulus iets meer hierover had gezegd. But I believe the Holy Spirit is wiser than we are. Maar ik geloof dat de Heilige Geest wijzer is dan wij. The word that is used here is modestly. Het woord dat hier gebruikt wordt is eerbaar of matig, nee, eerbaar. And with discretion. Ja, en in matigheid. Here are some of the things that I think you can draw from this passage. Met schaamte. Hier is iets wat we kunnen leren van dit gedeelte. It does not say that clothing cannot be beautiful or attractive. Het zegt niet dat kleding niet mooi of aantrekkelijk mag zijn. As a matter of fact, the Proverbs 31 woman, she dressed herself in purple. In feite is het zo dat de degelijke huisvrouw uit Spreuken 31 zichzelf in purper kleedt. But the idea here is that your appearance should not be a stumbling block to other people. Maar waar het om gaat is dat je uiterlijk niet een struikelblok wordt voor andere mensen. Here are some words that I think you ought to avoid. Hier zijn een paar woorden die beschrijven wat je moet vermijden. Luxury. Luxe. Extravagance. Extravagance, dat extreme kledij. Sensuality. Zinnenprikkelende kledij. Here are some words that would be very proper. En hier zijn wat woorden die het gepaste beschrijven. Beauty. Schoonheid. Excellence. Uitmuntendheid. Simplicity. Eenvoudigheid. Modesty. Matigheid. And a word, I don't know if you have a translation, frugality. It's using God's money as a good steward. Ja. En rentmeesterschap. Gods, het geld dat God je heeft toevertrouwd,
gebruikt als een goede rentmeester. Let me give you an example. Bijvoorbeeld. Do you have Goodwill stores here? Hebben jullie hier where you can buy used clothing? Ja. Second-hand clothes. My wife is the queen of second-hand clothes. Ja. Mijn vrouw is een koningin aangaande tweedehands kledij. One day we were shopping together and she saw a long skirt and I said, that's very beautiful. Een keer waren we samen aan het winkelen en ze zag een lange rok. En ik zei tegen haar, dat is heel mooi. It was $85. Dat is $85. It'd be like $55, 55 euros or something. €55 ongeveer. And I got really afraid. En ik werd een beetje bang. And she looked at that and she said, I'm not buying that. En zij keek daarnaar naar het prijskaartje en toen zei ze, ja, maar die ga ik niet kopen. She went to the used clothing store. En toen ging ze naar de tweedehands kledingwinkel. Bought the exact same dress for $5. En ze kocht precies dezelfde rok voor $5. Women, if you will learn to do that, your husband will be very happy man. Dames, als u leert om dit soort dingen te doen, dan zal uw man een zeer gelukkige man zijn. My wife showed me something one time. She told me something, and I've used this in many of my sermons. Mijn vrouw die liet mij eens iets zien, en ik heb dit in heel veel preken gebruikt. If your clothing is a picture frame for your face, it's of God. Als jouw kleding gewoon een raamwerk vormt, waardoor je gezicht eruit komt en ja, dat de nadruk op je gezicht komt te liggen, dan is dat van de Heere God. Because it's from your face that the glory of God should shine. Want het is van je gezicht dat de heerlijkheid van de Heere afstraalt. But if your clothing is a picture frame for your body. Maar als je kledij eigenlijk een framewerk wordt van je lichaam, it's sensual. Dan is het sensueel. And it's wrong. En dat is verkeerd. And you're a stumbling block. En dan ben je een struikelblok. But when it comes to clothing, we also need to think about personal convictions. Maar als het gaat om de kleding die we dragen, moeten we ook nadenken over onze persoonlijke overtuigingen. Some women prefer to wear and have the conviction they should wear nothing but dresses. Sommige vrouwen hebben de overtuiging dat ze niets anders moeten dragen dan een rok. That's fine. Dat is oké. I applaud you. Daar prijs ik je voor. But the dress should not be sensual. Maar die kledij moet niet zinnenprikkelend zijn. Some women have the freedom to wear pants. Sommige vrouwen hebben de vrijheid voor zichzelf om een broek te dragen. Now, you may not agree with that. Nou, het kan zijn dat je het daar niet mee eens bent. But you really don't have scripture to stand on. Maar het is niet waar dat je een Bijbeltekst kan aanvoeren om dat te onderbouwen. Unless the pants are sensual. Tenzij die broek zinnenprikkelend is. Then it's wrong. Dan is het verkeerd. Some women cover their head. Sommige vrouwen bedekken hun hoofd. And they do it out of their idea of obedience to God. En ze doen dat vanuit de overtuiging dat ze daarmee de Heere God gehoorzaam zijn. Praise God. Prijs de Heer. Some women do not. En sommige vrouwen doen dat niet. And listen to me, it is not because they don't believe the scripture. En dit, weet je, dat is niet omdat zij niet in de Bijbel geloven. Because that passage in 1 Corinthians is very difficult. Want dat tekstgedeelte uit 1 Corinthians, dat is een moeilijk tekstgedeelte. And you say, well, no, it's not. It says she ought to cover her head. En misschien zeg je, nou, dat is geen moeilijk gedeelte. Er staat gewoon dat ze haar hoofd moet bedekken. But do you know what it means? Maar weet je wat het betekent? It means she ought to cover her head every time she's in public, not just when she's in church. Dat betekent dat ze haar hoofd moet bedekken elke keer als ze onder de mensen, als ze gewoon in het openbaar is, niet alleen als ze in de kerk is. And the covering wasn't just a little hat or a little veil going down to here. En die hoofdbedekking was niet alleen een doekje dat tot hier kwam.
It was more like something you see the Muslims wear. Het bestond in die dagen, in die cultuur, meer uit iets dat lijkt op wat de moslims nu doen. So see, you have to be very careful. Dus je moet dus voorzichtig zijn. You might have something on your head and think you're obeying God when you're not doing anything of what it says. Het zou goed kunnen dat je iets op je hoofd draagt en denkt daarmee God gehoorzaam te zijn, terwijl je niet doet wat daar letterlijk staat. Also, most principles in the Bible are supra-cultural. They go over culture. They rule over culture. De meeste principes uit de Bijbel zijn bovencultureel. Die gaan door alle culturen heen. But some things do pertain to culture. Maar andere dingen zijn cultuurgebonden. And personal conviction. En hebben te maken met persoonlijke overtuiging. Some eat meat, some only eat vegetables. Sommigen eten vlees, anderen eten alleen groenten. With regard to culture, if a woman in Holland has nothing on her head, will men think that she's an adulteress? Ten aanzien van cultuur, als in Nederland een vrouw niets draagt over haar hoofd, denkt de rest van de mensen dan dat zij een overspelige vrouw is? No. Nee. But in some places in the Middle East, if she does not have something on her head, will they think she's an adulteress or a prostitute? Maar in sommige plaatsen in het Midden-Oosten, als een vrouw niets qua hoofdbedekking draagt, zullen anderen dan denken dat ze een overspelige vrouw is of een prostituee? Yes. Ja. So see, there's a lot of things to consider. Zie je dus dat er heel wat is om waar we over na moeten denken? And then you talk about things like earrings or something. En als we het dan hebben over oorbellen of iets dergelijks? Now, if your earrings are the size of a car tire. Nou, als je oorbellen draagt die ongeveer de maat hebben van een autoband, you probably need to tone it down a little bit. Dan is het misschien goed om iets matiger te werk te gaan. But the idea again is no extravagance. Maar het idee is geen extravagance or sensuality, of sensualiteit, but simplicity. Maar eenvoud. Talk about make-up. Als we het hebben over make-up. One time a lady called this pastor on the radio. Eén keer was er een vrouw en die belde een dominee op. He was preaching on the radio. Yes, and she called in on the program. Die predikant die was op de radio met een programma en een vrouw belde in. And she said, "Is it a sin for a woman to wear makeup?" En ze stelde de vraag: is het een zonde voor een vrouw om make-up te dragen? And he said, "Sister, it's a sin if some women don't wear makeup." En hij zei, zuster, het is een zonde als sommige vrouwen geen make-up dragen. And then he said, it doesn't hurt to paint an old house. En toen zei hij, het doet niet veel kwaad om een oud huis een likje verf te geven. Have you ever heard this? Heb je dit wel eens gehoord? You will strain at a gnat, but you will swallow a camel. Ja. Je doet moeilijk over een mug, maar je slikt een kameel in. So we have to be very careful. Oh, je zift de mug uit, hè? Je wil dat de mug niet in je thee komt, maar je slikt wel een kameel naar binnen. The idea is simplicity and true biblical beauty. Het idee is gewoon eenvoud en bijbelse schoonheid. And sensuality is sin. En zinneprikkelende kledij is zonde. But let me share one more thing that's important. Nou, nog één belangrijk ding. There are certain women that their heart is not right with God, so even if they wear decent clothing, everyone knows they're sensual. Er zijn sommige vrouwen wiens hart gewoon niet recht voor de Heere is, dus ook al dragen ze hele matige kledij, dan kan iedereen nog aan hen zien dat ze dat ze sensueel zijn. You can't hide your heart behind religious clothing. Want je kunt je hart niet verbergen achter religieuze kledij. My wife and I have talked about this several times. Mijn vrouw en ik hebben hier diverse keren met elkaar over gesproken. She has a friend who is very beautiful lady.
Ze heeft een vriendin en dat is een hele knappe vrouw. I mean, she could be a model or something. Ze zou een model kunnen zijn. But she's a very godly lady. Maar ze is een vrouw die de Heere lief heeft. When she walks in the church, als zij de kerk binnenloopt, and you see her, en je ziet haar, the only thing that really comes into your mind is there is a beautiful lady. Het enige waar je aan denkt als zij naar binnen loopt en je kijkt naar haar, dat is een mooie vrouw. Nothing else. Het is een vrouw met schoonheid, niet meer dan dat. But there are other women that aren't even half as beautiful as she is. Maar er zijn andere vrouwen en die zijn niet half zo knap als zij. And the moment they walk in the building, en op het moment dat ze het gebouw binnenlopen, you have to turn away. Dan moet je je ogen van hen afkeren. Because they're sensual. Omdat ze sensueel zijn. A lot of it is the condition of your heart. Heel veel wordt bepaald door de toestand van je hart. Okay, those are our questions. Goed, dat waren de vragen voor Let's vanavond. Get on with our teaching now. En nou gaan we verder met het onderwijs. We are going to talk some tonight about biblical headship. We willen vanavond nadenken over hoofdschap volgens de Bijbel. About the man being the leader of the home. Over de man die het hoofd is van het gezin. Now some of you women are already growing claws. I can see you. Nou, sommige van jullie vrouwen, jullie klauwen beginnen al wat naar buiten te komen. Trust me, want your husband to be the head of your family. Maar vertrouw mij, je wil heel graag dat jouw man het hoofd is van het gezin. Now, let's start in Genesis. We beginnen bij Genesis. Let's go to chapter 1, verse 28. We gaan naar hoofdstuk 1, vers 28. Go ahead and read it, brother. Genesis 1, vers 28. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. In verse 27 it says that God created man male and female. In vers 27 staat dat God de mens schiep, man en vrouw. And then it says he blessed them, both of them. En dan staat er hij zegende hen allebei. And he commanded both of them. En hij gebood hen allebei. To be fruitful and multiply. Om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen. To subdue the earth. Om de aarde te onderwerpen. To rule over it. Om over de aarde te heersen. Now they were not to rule as independent king and queen. Het was niet de bedoeling dat ze gingen heersen als onafhankelijke koning en koningin. They were to rule over the earth. In accordance with the will of the one true king, God. Nee, zij werden geroepen om te heersen over de aarde overeenkomstig de wil van de enige echte koning van deze wereld, de Heere God. So this man and woman existed to carry out God's will on the planet. Dus deze man en deze vrouw die bestonden om de wil van God uit te voeren op deze planeet. And that's why you and your husband were brought together. En dat is ook de reden waarom jij en je man zijn samengebracht. To carry out God's will. Om samen Gods wil uit te voeren. On this earth. Op deze aarde. To advance his kingdom. Om zijn koninkrijk te doen verbreiden. Okay. Now, we go to chapter 2, verse 18, and we find something very important. Dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 18, en daar vinden we iets heel belangrijks. It says, then the Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Ook had de Heere God gesproken, het is niet goed dat een mens alleen zij. Ik zal hem een hulper maken die als tegenover hem zij. Die bij hem past, stond in zijn vertaling. So here we see that man takes the primary role of carrying out God's will on the earth. Hier zien we dan ook dat de man de hoofdrol speelt in het uitvoeren van Gods wil op aarde. According to his gifting and his calling. Overeenkomstig zijn gaven en zijn roeping. And the wife is supposed to help him in this.
En de vrouw behoort hem daarin te helpen. According to her giftings and callings. Overeenkomstig haar gaven en roeping. So we see here the man taking the lead. We zien hier dus dat de man de leiding neemt. He's leading his family. Hij leidt zijn gezin. And his wife is supporting him and helping him in this great endeavor. En zijn vrouw die ondersteunt hem en die helpt hem in deze grote onderneming. Now, here's one of the great problems. Maar dit is een van de grote problemen. One of the great sins of a male is that he is selfish. Een van de grote zonden van een man is dat hij zelfgericht is. And that he thinks that everything and everyone is an extension of him. En dat hij denkt dat alles en iedere andere persoon een verlengstuk is van hemzelf. For the most part, that's the fault of his father and mother. Nou, voor het grootste gedeelte is dat de schuld van zijn vader en moeder. Especially the mother. In het bijzonder de moeder. There are mothers who do absolutely everything for their little boys. Er zijn moeders die absoluut alles doen voor hun kleine zoontje. Even when their little boys are 18. Zelfs als hun kleine zoontje 18 jaar is. They clean their room. Dan ruimen ze hun kamer op. They do their laundry. En ze wassen hun kleren. They wipe their nose. En ze snuiten hun neus. They do everything for their little boy. Ze doen alles voor hun kleine jongetje. And they say things like, "You will always be my little boy." En ze zeggen dingen tegen hun zoontje van, "Je zult altijd mijn kleine zoontje zijn." You are doing so much damage to your son. Maar dan doe je je zoon zoveel schade aan. And you are doing great damage to your daughter-in-law. En dan doe je ook je schoondochter heel veel schade aan. Because of the way mothers raise their little boys. Vanwege de manier waarop moeders hun zonen opvoeden. Little boys never grow up. Groeien kleine jongens niet op. And when they get married. Ze worden niet volwassen. En als ze dan trouwen. They're marrying another mom. Dan trouwen ze met hun volgende mammy. At least that's what they think. Tenminste, dat denken ze dan. Well, mom always picked up my socks. Nou ja, mama die pakte mijn sokken altijd. And mom wiped my nose. En mama snoot mijn neus. And mom did this and mom did that. En mama deed dit en mama deed dat. And they think that that's what they've married, another mom. En ze denken dat ze met de volgende mama zijn getrouwd. Men are selfish. Mannen zijn zelfzuchtig. And they think the whole world revolves around them. En ze denken dat de hele wereld om hen draait. It's all about me. Het gaat allemaal over mij. When a woman has to submit to a man like that, it causes great bitterness. Als een vrouw zich moet onderwerpen aan een man als dat, dan leidt dat tot grote bitterheid. When she hears from scripture that she ought to follow the lead of a man like that, it makes her angry. Wanneer zij vanuit de schrift hoort dat zij een man zoals dat moet volgen, dan maakt dat haar erg boos. In the United States, I don't know how it is in Holland, so I can only talk about my country. In de Verenigde Staten, ik weet niet hoe het hier in Nederland is, ik kan alleen maar praten over mijn eigen land. As soon as boys are old enough, they kind of want their friends and they don't want their family anymore. Als jongens op een gegeven moment wat ouder worden, dan willen ze op een gegeven moment alleen nog maar hun vrienden en ze willen niet meer hun ouderlijk huis. They go off to kindergarten and grade school, they make friends and those friends are the most important people to them. En ze gaan naar de kleuterklas en naar de basisschool en op een gegeven moment krijgen ze vrienden en dan zijn die vrienden het belangrijkst voor hen. And they learn to neglect their family from the very beginning. En dan leren ze vanaf het begin af aan al om hun eigen gezin eigenlijk wat achter te laten. They don't want to come home to eat dinner. Ze willen niet thuis komen om thuis te eten. They don't want to sit around the table. Ze willen niet aan tafel zitten thuis. They want to be with their friends. Maar ze willen liever met hun vrienden zijn. So the young boy grows up. Dus de jongen groeit op. And the most important people in his life are his friends in the university. En de belangrijkste mensen in zijn leven zijn op een gegeven moment zijn medestudenten op de universiteit. Or even the other young men at church. Of het kan ook zijn de andere jonge mannen in de kerk. And then he gets married. En dan gaat hij trouwen. And he still wants his friends. En dan wil hij nog steeds zijn vrienden. They're so important to him.
Die zijn heel belangrijk voor hem. And then not only that, his hobbies. En niet alleen dat, maar ook zijn hobby's. In the United States, the men just are totally given to hobbies. In de Verenigde Staten zijn mannen helemaal overgegeven aan hun hobby's. Their Harley Davidson motorcycle. Hun Harley Davidson motorfiets. Going fishing. Ze gaan vissen. Going hunting. En ze gaan jagen. Playing football. En ze spelen voetbal. Doing all kinds of things with their friends. En ze doen van alles met hun vrienden. And so they work at a job. En dan krijgen ze een baan. Which takes them away from their family. Waardoor ze voortdurend van hun gezin weg zijn. During the day. Gedurende de dag. Which is necessary. En dat is natuurlijk nodig. But then when they get off, they want to play. Maar dan als ze vrije tijd hebben, dan willen ze spelen. They want to use their money to buy toys. Dan willen ze hun geld gebruiken om speelgoed te kopen. It's just now they're very expensive toys. Maar nu zijn het hele dure speeltjes. And then a woman, his wife looks at him. En dan kijkt zijn vrouw hem aan. And thinks, I'm supposed to follow his lead. En denkt, moet ik zijn leiderschap volgen? I'm called to be his helper. Ben ik geroepen om zijn hulp te zijn? So God is calling me to help this man meet all his self-centered, selfish needs and desires. Dus God roept mij om hem te helpen dat hij al zijn zelfgerichte en zelfzuchtige verlangens kan vervullen. That's what creates bitterness. En dat is wat vrouwen bitter maakt. But now let's look at this in a biblical way. Maar laten we nu eens er naar kijken in vanuit de schrift. Turn to Matthew chapter 6. Laten we kijken naar Matteüs hoofdstuk 6. Now before we read from there, voordat we hier lezen, let me just say something. Wil ik dit zeggen. In the New Testament it's all about transformation. In het Nieuwe Testament gaat het allemaal over levensverandering. It's all about being a new creation. Het gaat allemaal over het zijn van een nieuwe schepping. It's all about being conformed to the image of Christ. Het gaat allemaal om veranderd worden naar het beeld van Christus. Christian marriage will not work apart from that. En het christelijke huwelijk zal niet functioneren afgezien daarvan, als je dat niet voor ogen hebt. Headship in the home will not function unless it be a godly man. En het hoofdschap van de man in het gezin zal niet functioneren tenzij het gaat om een godvrezende man. So if you're using the scripture to tell your wife that she ought to submit to you, you better make sure you're submitting to God. Dus als jij de Bijbel gebruikt om tegen je vrouw te zeggen dat zij zich aan jou moet onderwerpen, dan kan je er maar beter zeker van zijn dat je jezelf ook onderwerpt aan de Bijbel. Now let's look again. Here is a man who's all about himself. Nou, laten we nog eens kijken naar een man die alleen maar voor zichzelf leeft. He lives for himself. Hij leeft voor zichzelf. He buys toys for himself. Hij koopt speelgoed voor zichzelf. And his wife is being told, "You're his helper." En zijn vrouw wordt gezegd, jij bent zijn hulp. And she's thinking, I'm going to help this man meet all his selfish needs for the rest of my life. En zij denkt, moet ik de rest van mijn leven hem helpen om zijn eigen verlangens te vervullen? But then let's look at a godly man. Maar als we nou eens kijken naar een man die godvrezend is. Matthew 6, verse 9 and 10. Matteüs 6, vers 9 en 10. This is the cry of the godly man's heart. Dit is de hartekreet van de man die de Heere lief heeft. Hallowed be your name. Uw naam worden geheiligd. Your kingdom come. Uw koninkrijk komen. Your will be done. Uw wil geschieden. On earth as it is in heaven. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Here's a godly man. Hier is een man die de Heere lief heeft. His purpose and passion is glorifying God and doing the will of God. Zijn doel en zijn passie is om God te verheerlijken en om de wil van God te doen. He is willing to sacrifice everything for this calling. En hij is bereid om alles op te geven omwille van deze roeping. He is willing to lay down his life for this calling. Hij is bereid om zijn leven neer te leggen voor deze roeping. He is not about himself. Hij leeft niet voor zichzelf. He is not about this world. Hij leeft niet voor deze wereld. He is not about toys. Hij leeft niet voor speelgoed. He's not about hobbies. Hij leeft niet voor zijn hobby's. His wife can look him in the eye. Zijn vrouw kan hem recht in de ogen kijken. She can look at his life. En ze kan kijken naar zijn leven. And she can see this man is about one thing. En ze kan zien dat het in het leven van deze man maar om één ding gaat. Glorifying God. Om God te verheerlijken. So that God's will might advance on this earth. Zodat Gods wil
meer gedaan wordt op deze aarde. And a godly woman says, I can help a man like that. En een vrouw die de Heere lief heeft, die zegt met een gerust hart, een man zoals dit, die kan ik helpen. I can follow the lead of a man like that. Ik kan het leiderschap van een man als deze volgen. But now, I want to talk to you men, especially those that are in the ministry. Maar nu wil ik spreken tot de mannen, in het bijzonder hen die in een bediening staan. Maybe you're sitting there right now and you're really happy. Misschien zit je hier nu en denk je, nou, dit maakt me heel gelukkig. My wife is always complaining that I'm in the ministry all the time and I'm never with my family. En dat je je goed voelt door wat ik net zei, omdat mijn vrouw tegen mij zegt dat ik altijd aan het werk ben in de bediening en niet veel thuis ben. And now brother Paul has told her the truth. En nu heeft broeder Paul haar de waarheid verteld. She ought to be happy I'm in the ministry. Zij moet blij zijn dat ik me zo hard geef aan de bediening. She ought to willingly let me go so I can serve God in the ministry like brother Paul said. En ze moet zeer bereidwillig zijn om mij vrij te laten zodat ik me helemaal kan geven aan de bediening zoals brother Paul heeft gezegd. That's not what I said. Maar dat is niet wat ik heb gezegd. I didn't even mention the word ministry. Ik heb het helemaal niet gehad over bediening. Listen again what I said. Nou, luister naar wat ik heb gezegd. A man who is committed to the glory of God. Een man die toegewijd is aan de verheerlijking van God. And the advancement of God's kingdom on the earth. En de voortgang van het koninkrijk van God op aarde. And you say yes, that's right, the ministry. En dan zeg je, ja, dat bedoel ik ook, hè, de bediening. I didn't say ministry. Het werk. Ik had het niet over de bediening. Ministry is only a tiny part of this. Het werk is maar een heel klein deel daarvan. If you're a pastor or a missionary or a preacher here tonight, listen to me. Als je hier vanavond zit en je bent een predikant of een zendeling of een prediker, luister naar me. If God has given you a wife and a child. Als God je een vrouw en een kind heeft gegeven. Then your ministry should be seen in concentric circles. Dan moet je je werk zien in concentrische cirkels. Let me give you an example. You have the pond of water out there, the little lake that's here. Het kleine meertje wat we hier hebben. And there's no wind at all. En het is volkomen windstil. And it's very, very still, very flat. En het wateroppervlak is helemaal glad. And you drop a pebble or a rock into the middle of that lake. En je gooit een steen in het midden van het meertje. It sends out ripples. Dan komen waves. Kringen, hoe noem je dat? Watergolfjes zo rond. Now the waves do not jump immediately to the farthest part of the lake. Nou, die kringen springen niet in één keer helemaal naar het buitenste van het meer. They go out like this. Maar ze gaan langzaam maar zeker verder naar buiten. They start with the man. Ze beginnen bij de man. And gradually they make their way out to the furthest part of the lake. They start with the man, you said? Your ministry starts with a man. Yeah. With you. Het begint bij de man. Bij jezelf en langzaam maar zeker gaan de cirkels verder naar buiten. And your ministry gradually goes out. En de bediening, langzaam maar zeker, die van de man uitgaat, gaat langzaam maar zeker naar buiten toe. And from what I can see in scripture, it goes out this way. En wat ik zie vanuit de Bijbel, gaat het als volgt. This man who is radically committed to the advancement of the kingdom. Deze man die met zijn hele hart radicaal toegewijd is aan de verbreiding van Gods koninkrijk. Who will lay down his life for the advancement of the kingdom. Die zijn leven neer wil leggen voor het koninkrijk van God. His first ministry, zijn eerste bediening, is his wife. Is zijn vrouw. See, she doesn't get neglected. Zie je, dan wordt zij niet vergeten. His second ministry, zijn tweede bediening, are his children. Zijn zijn kinderen. His third ministry, the people of God. Zijn derde bediening is het volk van God. His fourth ministry, the world. Zijn vierde bediening is de wereld. You cannot jump over your wife and children in order to minister to the church and the world. Je kan niet over je vrouw en kinderen heen springen en dan de gemeente en de wereld dienen. Because 1 Timothy chapter 3 tells us if you neglect your family, you're not qualified to minister. Want 1 Timotheus 3 zegt ons dat wanneer je eigen gezin niet de aandacht geeft die het nodig heeft, dan ben je helemaal niet bekwaam voor de bediening. You say, well, this changes everything. En dan zeg je, oké, dit verandert alles.
Is it not true? Is het niet waar? That one of the greatest problems in the West is that there are no men at home. Dat een van de grootste problemen in de westerse wereld is dat de mannen niet thuis zijn. Men have abandoned the responsibilities in the house and given it all to the mother. Dat de mannen de verantwoordelijkheden van het huisgezin veronachtzamen en het allemaal op de vrouw neerleggen. Is it not true that one of the greatest problems in the church is the disintegration of the family? Is het niet waar dat een van de grootste problemen in de kerk het uiteenvallen van het gezin is? This must change. En dit moet veranderen. But it must first change with the ministers. Maar het moet als eerste veranderen bij de dienaren van de gemeente. They must set the example. Zij moeten het voorbeeld zijn. For other men to follow. Voor andere mannen om na te volgen. But here's something beautiful. En dit is heel mooi wat ik nu zeg. Wat ik nu ga zeggen. Those of you who are men and are actively involved in the ministry. De mannen onder ons die actief betrokken zijn in een bediening. And those of you who are in employment somewhere but you're involved in your church. En degene onder jullie die een baan hebben maar ook een verantwoordelijkheid in de kerk dragen. Haven't you always kind of felt that something's just wrong? Heb je niet altijd van binnen een beetje het gevoel gehad dat er iets mis was? That your Christianity and your ministry, there's something superficial about it. Dat in je eigen christen zijn en ook in je bediening dat er heel iets oppervlakkigs aan vastzit. That you're doing all kinds of things for all kinds of people, but you don't even spend time with your children. Dat je van alles doet voor allerlei mensen, maar dat je niet eens tijd besteedt met je kinderen. You'll teach a Bible class to a bunch of people you don't know for 2 hours. En je geeft Bijbelles aan een groep mensen die je helemaal niet kent en je besteedt 2 uur aan hen. But you can't remember when you had 2 hours with your wife glorying in Jesus Christ. Maar je kan je niet herinneren wanneer je voor het laatst 2 uur met je vrouw alleen bent geweest om je samen te verheugen in de Heer Jezus. And you're not sitting down and discipling your children? En je besteedt geen tijd aan het discipelen van je kinderen? What I'm teaching you makes your entire ministry real. Wat ik je nu onderwijs maakt je volledige bediening echt. You're not a hypocrite. Dan ben je geen huichelaar. You're not a superficial minister. Dan ben je niet een oppervlakkige dienaar van de Heer. You're not just teaching the Christian life. En dan ben je het christelijk geloof en het christelijke leven niet alleen aan het onderwijzen. Now you're living it. Maar dan ben je het aan het leven. You're living it with your wife. Dan leef je het samen met je vrouw. You're living it with your children. Je leeft het met je kinderen. And that validates you to live it with others. En dat kwalificeert je om het te leven met anderen. There is a man who travels a lot and he teaches on the family. Er is een man die heel veel rondreist en hij onderwijst over het gezin. And I read this. He wrote it in a book. Ik heb dit gelezen. Hij heeft hier zelf over geschreven in een boek. He said one day he was listening to his little boy talk to another little boy who lived next door. Hij luisterde een keer naar zijn eigen zoontje die sprak met het buurjongetje. And the little boy who lived next door said, I'm going to play ball in the park with my dad. En dat buurjongetje die zei tegen hem, ik ga straks voetballen met mijn vader in het park. And the little boy of the teacher. En het zoontje van de prediker. Said this. Zei dit. Boy, I would love to play ball with my dad. Zo, ik zou het echt geweldig vinden om ook met mijn vader te kunnen voetballen. But he's too busy teaching other fathers how to raise their children. Maar hij is te druk bezig met andere vaders te onderwijzen hoe ze hun kinderen moeten opvoeden. It broke his heart. En toen hij zijn eigen zoontje dat hoorde zeggen, brak het zijn hart. And it should have. En dat moest ook gebeuren. What does it matter if you win the world to Christ and you lose your own family to hell? Wat baat het als je de hele wereld wint voor Christus, maar je eigen gezin verliest? When I learned this truth, it was so exciting. Toen deze waarheid tot mij doordrong, toen was het zo bevrijdend en zo verheugend. Before I started trying to practice this, voordat ik mezelf ertoe ging zetten om zo ook te leven, I felt like my ministry was just, it was so thin you could see through it.
had ik het gevoel dat mijn hele bediening eigenlijk zo dun was dat je er dwars doorheen kon prikken. It seemed hypocritical. Het scheen gewoon huichelachtig. It just didn't seem right. Het leek gewoon niet juist. But when I said, I'm going to give myself to my family. Maar toen ik heb besloten om mijzelf te geven aan mijn gezin. I'm going to disciple them. Ik ga hen leiden op de weg met Christus. It felt like I was, that I had substance. Toen kreeg ik heel erg het gevoel dat het allemaal inhoud kreeg. That I really was a man of virtue and character. En dat ik echt een man was van degelijkheid en karakter. I think this is the best way to put it. Ik kan het beste als volgt zeggen. It felt like I was finally obeying Jesus. Ik had het gevoel dat ik uiteindelijk hierdoor Jezus ging gehoorzamen. Being faithful in the little things that nobody sees. Getrouw zijn in de kleine dingen die niemand ziet. Which are actually the big things. Die in wezen de grote dingen zijn. God doesn't need you. God heeft je niet nodig. But God has called you to be obedient. God heeft je geroepen om gehoorzaam te zijn. You are never going to advance the kingdom of God by neglecting the will of God. Je zult nooit het koninkrijk van God verder doen verbreiden wanneer je de wil van God veronachtzaamt. If you ever say, I can't do what God commanded me to do in my family because of the ministry, your ministry is wrong. Als je zegt, ik kan niet doen wat God van mij vraagt voor mijn gezin vanwege mijn bediening, dan is je bediening gewoon fout. Now I want to talk for a moment about biblical headship or leadership of the man. Nou, ik wil spreken over het Bijbelse leiderschap of hoofdschap van de man. Now I want us to go to Ephesians chapter 4. Ik wil graag met jullie gaan naar Efeziërs hoofdstuk 4. I realize that if there were a group of secular feminists in here tonight, they would literally be standing up and yelling at me right now. Nou, ik ben me ervan bewust dat als er vanavond een aantal niet gelovige feministen in de zaal zouden zitten, dat ze op zouden staan en mij begonnen uit te joelen. And I recognize that this is offensive to many people. En ik ben me ervan bewust dat dit aanstootgevend is voor veel mensen. But it is the scriptures. Maar dit is wat de schriften zeggen. And actually it's something beautiful. En in wezen is het iets heel moois. Why? Waarom? Ladies, listen to me. Dames, luister naar me. Do you know why your husband is called to lead? Weet je waarom je man geroepen is om de leiding te nemen? Do you know what it means? Weet je wat het betekent? Well, one of the things is this. Een van de dingen is dit. He has been granted authority. Hem is het gezag gegeven. To lay down his life. Om zijn leven neer te leggen. In service to you and your children. In dienstbaarheid aan jou en je kinderen. And to lead your family for the greatest benefit of the family. En om leiding te geven aan jouw gezin, opdat het gezin daar het meest wel bij vaart. Now that doesn't sound too bad to me. Nou, dat klinkt mij niet slecht in de oren. All right, now biblical headship. Dus Bijbels hoofdschap. It is real. It is in the Bible. Dat is echt iets. Het staat echt in de Bijbel. Now I want you to see something very important in it's Ephesians chapter 5 verse 21. Okay, het is niet hoofdstuk 4, maar Efeziërs hoofdstuk 5 vers 21. He says, "Be subject to one another in the fear of Christ." Er staat, wees elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. That's the first time we hear be subject to one another. Dat is de eerste keer dat er staat, wees elkander onderdanig. And then 22. En dan vers 22. Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig als aan de Heren. Second time. Dat is de tweede keer. Third time. Derde keer. Chapter 6, verse 1. Hoofdstuk 6, vers 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Fourth time. De vierde keer. Chapter 6, verse 5. Hoofdstuk 6, vers 5.
Slaves, be obedient to those who are your masters. Dienstknechten, zijt gehoorzaam aan degenen die uw heren zijn. In our culture we could say this: employees, be obedient to those who are your employers. In onze eigen cultuur zouden we het zo kunnen zeggen: werknemers, wees gehoorzaam aan degenen die jullie werkgever zijn. Now chapter 5 verse 21, back to there. Als we teruggaan naar hoofdstuk 5 vers 21. Be subject to one another in the fear of Christ. Wees elkander onderdanig in de vreze Gods. Who's he talking to? Tot wie spreekt hij daar? He's talking to the community of faith. Hij spreekt tot de gemeenschap der gelovigen. To believers. Hij spreekt tot gelovigen. As believers, we ought to be subject to one another in the fear of Christ. Als gelovigen behoren we elkander onderdanig te zijn in de vreze van Christus. Now we all know that the Bible teaches that the church has elders. Nou, we weten allemaal dat de Bijbel ook onderwijst dat de kerk ouderlingen heeft. And the church has evangelists, pastors, teachers. En dat de kerk ook evangelisten en herders en leraars heeft. There is a leadership in the church. Ook in de kerk is sprake van leiderschap. But it still means that all believers ought to be subject to one another. Maar dat betekent nog steeds dat alle gelovigen elkaar onderdanig moeten zijn. Submissive to one another. Zich aan elkaar onderwerpen. In reverence to Christ. Vanuit eerbied voor Christus. Let's say that this is a church. Nou, laten we ons eens voorstellen dat dit een gemeente is. And I and Oscar and Arian, we are the elders. En ik en Oscar en Arjan zijn de ouderlingen. When we show you something that is clearly a correct interpretation of the scriptures. Wanneer wij jullie iets voorhouden dat duidelijk een juiste uitleg is van de Bijbel. It is a classic historical command of scripture. Het is een klassiek historisch gebod dat uit de schriften komt. You should submit to that. Dan behoren jullie je daaraan te onderwerpen. Not because we said it as elders, niet omdat wij dat gezegd hebben als ouderlingen, but because you see it in the scriptures. Maar omdat je ook ziet dat het in de Bijbel staat. So there's a sense of the congregation submitting to the leadership of their elders. Dus er bestaat zoiets als een gemeente die zich onderwerpt aan het leiderschap van hun ouderlingen. But at the same time, maar tegelijkertijd, the youngest believer in the church, de allerjongste gelovige in de kerk, has the right to come up to us elders, heeft het recht om naar ons als ouderlingen toe te stappen, with the scriptures, met de Bijbel in zijn hand, with humility, in nederigheid, and show us where he disagrees, en ons te tonen waar hij het niet mee eens is. And we need to listen to him. En dan behoren wij naar hem te luisteren. Humbly. In een nederige houding. Lovingly. En liefdevol. And if he is right, en als hij het bij het juiste eind heeft, we need to humble ourselves. Dan moeten wij ons verootmoedigen. And submit to the truth of scripture. En dan moeten we ons onderwerpen aan de waarheid van de schrift. Isn't that beautiful? Is dat niet iets prachtigs? Well, at least to me it is. Nou, voor mij wel. The beauty of the body of Christ. De schoonheid van het lichaam van Christus. I just love that. Daar hou ik van. No one should call you father. Laat niemand u vader noemen. No one should call you rabbi or teacher. Laat niemand je rabbi of leraar noemen. You are all brothers. Jullie zijn allemaal broeders. And even though some are appointed to be elders. En ook al zijn sommigen aangesteld om ouderlingen te zijn. And they can preach with authority. En ze met gezag kunnen prediken. They have to submit to the rest of the body at the same time. Tegelijkertijd moeten ook zij zich onderwerpen aan de rest van het lichaam. That's beautiful. En dat is iets prachtigs. It's humble. It's childlike. Dat is nederig. Dat is als een kind zijn. It's just like something Jesus would do. En dat is precies zoals Jezus het zou doen. It looks like a church that he would start. Het lijkt op een kerk die hij zou zijn begonnen. Okay, so that's talking about the congregation. Dus dat gaat over de gemeente. But then we come to the family in verse 22. En dan komen we uit bij het gezin in vers 22. Wives, be subject to your own husbands as to the Lord. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk de heren. God has appointed the husband to be the leader of his family.
De Heere God heeft de man aangesteld om de leiding te hebben over zijn gezin. Now I know the way you women think. Nou, ik weet hoe jullie vrouwen denken. Because you're really smart. Want jullie zijn heel slim. This is what you're thinking. En dit is wat jullie denken. Well, yeah, I have to submit to him. Ja, ik moet me aan hem onderwerpen. But then again, we're both believers. Maar we zijn allebei gelovigen. So he has to submit to me. Dus hij moet ook zich aan mij onderwerpen. So one submission cancels out another submission. Dus de ene onderwerping wist de andere onderwerping uit. And I don't have to submit to anybody. En dus hoef ik maar niemand te onderwerpen. Well, you know what? You're partly right. Nou, weet je, voor een deel heb je gelijk. But you're also really wrong. Maar je bent ook echt helemaal fout daarin. In the family. Want in het gezin. The husband is called to lead. Is de man geroepen om de leiding te nemen. Now we're going to talk about what that looks like. Nou, we zullen het erover hebben waar dat op lijkt. But here's what's neat about that. Neat? You mean, here's what's really good about that. Hier, maar dit is wat er zo mooi aan is. Even though I'm called to lead. Ook al ben ik als man geroepen om het hoofd te zijn en leiding te nemen. As an elder in the church is called to lead. Net als dat een ouderling in de kerk geroepen is om leiding te geven. My wife is a believer. Mijn vrouw is ook een gelovige. She is a person before God. Ook zij is een persoon die leeft voor het aangezicht van God. God teaches her. En God onderwijst ook haar. He works through her. En hij werkt ook door haar. So, well, let me just share with you how it works in my family. Nou, misschien mag ik met je delen hoe dat bij ons thuis gaat. Let's say that we've got to make a decision that we need to move somewhere. Stel je voor dat we een beslissing moeten nemen over wel of niet verhuizen. We need to move our house to another state in the country. Dat wij in een andere provincie van het land moeten gaan wonen. I am required to lead. Nou, ik ben geroepen als man om de leiding te nemen. That means I need to pray. Dat betekent dat ik daarover moet bidden. I need to study the options. Dat ik me moet verdiepen in de mogelijkheden. I need to take the lead. En dat ik daar de leiding in moet geven. And let's say I come to a decision. En stel je voor dat ik dan een beslissing neem. And I tell my wife. En ik zeg dat tegen mijn vrouw. And I explain everything to her. En ik leg haar dat alles uit. And she also has all the information and she has studied the situation. En zij heeft ook alle informatie en zij heeft ook de mogelijkheden bestudeerd. So I come to my wife and I say, I've made a decision. Dus ik stap naar mijn vrouw toe en ik zeg tegen haar, oké, ik heb een beslissing genomen. I really think we need to move to Montana. Ik denk echt dat we moeten verhuizen naar Montana. And my wife says, you know, I've been praying about the same thing and I agree. En weet je, mijn vrouw zegt dan tegen mij, weet je, ik heb ook hier echt over gebeden en ik ben het met je eens. We'll probably pray about it some more in unity and then go. Dan zullen we waarschijnlijk er nog wat langer samen met elkaar voor bidden en dan zullen we gaan. But if I go to her and I say, I feel like we need to go to Montana. Maar als ik naar haar toestap en ik zeg tegen haar, ik heb het gevoel dat we moeten verhuizen naar Montana. And she says, I think we need to go to Hawaii. En zij zegt, ik denk dat we naar Hawaii moeten verhuizen. I tell her, no, I'm the leader, we're going to Montana. Ik zeg tegen haar, nou moet je even goed luisteren, ik ben het hoofd, we gaan naar Montana. No, that's not what I do. Nee, dat is niet wat ik dan doe. But I also don't say, okay honey, you're right, we're going to Hawaii. Maar ik zeg ook niet, ja lieverd, je hebt helemaal gelijk, we gaan naar Hawaii. I respect my wife. Ik heb respect voor mijn vrouw. She's very intelligent and very wise. Ze is intelligent en wijs. If she does not agree. Als zij het er niet mee eens is. That's going to be a red flag for me. Dan gaat er bij mij een rood lampje branden. And I'm going to go back to praying and thinking and conversing with her. En dan ga ik terug naar de Heer en dan ga ik bidden en dan ga ik er verder over nadenken en dan gaan we er samen over praten. And I'm going to delay that decision as long as possible until we come to some unity. En dan ga ik zo lang mogelijk die beslissing uitstellen totdat we eenheid bereiken. But let's say the day comes and we have to make the decision. Maar stel je voor dat er een dag komt waarop de beslissing genomen moet worden. We don't have the luxury of saying we'll just wait. No, we have to make the decision. We kunnen het ons niet meer veroorloven om nog langer te wachten. We moeten gewoon een beslissing nemen. And we're not in agreement. En we zijn het nog steeds niet met elkaar eens. It is my responsibility to make that decision. Dan is het mijn verantwoordelijkheid om de knoop door te hakken. And if I am right. En als ik het bij het juiste eind heb. I can't say to her. Dan kan ik niet tegen haar zeggen. I told you so, I told you so. Ik heb het je toch gezegd, ik heb het je toch gezegd. And if I'm wrong. En als ik er blijk naast te zitten.
She's not allowed to give me that look that all women give. Dan mag zij mij niet zo aankijken zoals vrouwen hun man aankijken. You know where they shake their head like that? Wanneer ze hun hoofd schudden. And then they remind you every day for the rest of your life. En je de rest van je leven elke dag herinneren aan die foute beslissing. Especially when your husband tries to lead again. In het bijzonder op het moment dat je man opnieuw de leiding wil nemen. And you say. And you say. En je zegt. You were wrong last time. De vorige keer zat je ernaast. So why should I follow you now? Dus waarom zal ik nu met je meegaan? Je volgen? You see, this just won't work unless people are regenerated by the Holy Spirit. Zie je, dit hele onderwerp werkt gewoon niet tenzij mensen opnieuw geboren zijn door de Heilige Geest. You know, Heartcry has given a lot of conferences on spiritual growth. Heartcry heeft veel conferenties al georganiseerd aangaande geestelijke groei. It would be wrong to give a conference on marriage first and then later on give a conference on spiritual growth. Het zou helemaal verkeerd zijn om eerst een conferentie te organiseren over het christelijk gezin en dan pas over geestelijke groei. Because marriage doesn't function unless there's spiritual growth. Want het huwelijk functioneert niet als er geen sprake is van geestelijke groei. Okay. Now, so then we have, just go on down, go to chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Oké, dan gaan we naar het volgende, het begin van hoofdstuk 6. Kinderen, wees uw ouders onderdanig of gehoorzaam in de Heere. So now he's talking about children submitting to the father and the mother. Dus nu heeft hij het over kinderen die zich onderwerpen aan hun vader en hun moeder. And then in verse 5, he's talking about slaves or employees being subject to their masters or employers. En dan in hoofdstuk 5 heeft hij het over dienstknechten, slaven of werknemers die zich onderwerpen aan hun werkgevers. And so in Romans 13 for example, he's talking about us submitting to the government. En in Romeinen 13 bijvoorbeeld heeft de apostel Paulus het over dat wij ons onderwerpen aan de overheid. 1 Timothy, the book of Hebrews and so on, it talks about us submitting to elders. En ook in 1 Timotheus en in Hebreeën wordt gesproken over dat de gemeente zich onderwerpt aan oudsten. God is showing the lines of authority throughout our lives. De Heere God laat ons hier zien de verschillende gezagssferen die er zijn, ons hele leven lang. Now, we must be very careful not to try to explain away this headship of the husband. Nou, we moeten er erg voor oppassen dat we het leiderschap, het hoofdschap van de man niet gaan wegredeneren. Now, here's an important question. Why do men not seem to assume this role? Nou, een belangrijke vraag is, waarom lijkt het alsof veel mannen deze rol niet op zich nemen? Well, first of all, biblical ignorance. In de eerste plaats Bijbelse onwetendheid. They're not aware of the seriousness of their calling. Ze zijn zich niet bewust van de ernst van hun roeping. And or they cannot biblically define what their calling is. En of ze kunnen niet uitleggen wat de Bijbel daar precies over zegt. They've never studied headship. Ze hebben zich nooit verdiept in dat hoofdschap. And the churches do not teach it. En de gemeenten onderwijzen het niet. So we have in Hosea 4:6. Dus we vinden in Hosea 4 vers 6. My people are destroyed for a lack of knowledge. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Here's another reason why men do not assume the role of head. En hier is een andere reden waarom mensen die rol van het hoofdschap niet op zich nemen. Psychology. Psychologie. Sociology. Sociologie. Feminism. En feminisme. Let me say that again. Psychology, sociology and feminism. Psychologie, sociologie en feminisme. Men who believe what the Bible says about this. Maar mannen die werkelijk geloven wat de Bijbel hierover zegt. They are treated as chauvinists. Die worden als chauvinistisch beschreven. Animals. Als dieren. Prehistoric cavemen. Prehistorische rotsbewoners. Social dinosaurs. Sociologische dinosaurussen. And so men are afraid. Dus mannen worden bang. Men are afraid. Mannen worden bang. What will society think? Wat zal de maatschappij van mij denken? There's another reason.
Een andere reden. The misrepresentation of manhood by the media. De verkeerde voorstelling die de media geven over mannelijkheid. Now you may not watch television and you may never go to the theater. Het kan zijn dat je nooit naar de televisie kijkt en nooit naar het theater gaat. And that's a good thing. En dat is iets goeds. But you cannot deny that the media is one of the greatest powers for influencing society that has ever existed. Maar je kunt niet ontkennen dat de media een van de allergrootste krachten is die de maatschappij beïnvloeden die er ooit is geweest. You should not immerse yourself in the media. Je moet jezelf niet onderdompelen in de media. But you also cannot bury your head and pretend it's not there. Maar je kunt ook geen struisvogelpolitiek voeren en doen alsof het niet aanwezig is. You've got to deal with it. Je moet ermee omgaan. When you think of a false prophet, what do you think of? Als je denkt aan een valse profeet, waar denk je dan aan? Mormons? Mormonen? Jehovah's Witnesses? Jehovah's getuigen? They're nothing. Nou, die stellen niet zoveel voor. You know the biggest false prophet in the world? Weet je de grootste valse profeet in de wereld? Let me tell you a few of them. Laat me je een paar noemen. Number one. Ten eerste. Hollywood. Hollywood. It is shaping the lives of people more than any other force in the world. Hollywood schudt de levens van mensen meer dan welke andere kracht ook in de wereld. And then, do you know about Wall Street? En dan Wall Street, ja. All the marketing. De hele marketingwereld. You need to look like this. Je moet er zo uitzien. You need to drive this car. Je moet zo'n auto rijden. A real successful man drinks this beer. Een echt succesvolle man die drinkt dit soort bier. The media is responsible in part for the reason why men do not assume headship. De media zijn er voor een deel ook verantwoordelijk voor dat mannen hun rol als hoofd van het gezin niet op zich nemen. Now let's just look at the typical hero in movie land. Laten we eens kijken naar de typische held in de filmwereld. And you say, well, I don't watch movies. Je zegt, ik kijk nooit naar films. Good, but I want you to understand that most people do. Dat is heel goed, maar ik wil wel dat je weet dat de meeste mensen wel naar films kijken. And even many of those who say they don't do secretly. En velen die zeggen dat ze nooit naar films kijken, doen het in het geniep, toch? They don't watch it on the TV, they watch it on their computer. Ze kijken niet op televisie, maar ze kijken wel op de computer. And it's the biggest influence in the world, so we need to talk about it. En het is de grootste invloed in deze wereld, dus we moeten er toch over nadenken met elkaar. The typical hero in the typical Hollywood movie. Nou, de typische held in de Hollywood films. Have you ever noticed he is not married? Is het je wel eens opgevallen dat hij niet getrouwd is? He's not married. Hij is niet getrouwd. He's either a divorced man, of hij is gescheiden, or an independent spirit who cannot be confined to the restraints of marriage. Of hij is een hele onafhankelijke geest die niet opgesloten wil zitten in de verantwoordelijkheden van het huwelijk. Now check this out. Nou, denk hier eens over na. In the movie, he always gets the girl at the end. In de film verovert hij het meisje altijd pas op het eind. But in the sequel of that movie. Maar in het vervolg op de film. You know what I mean by that? Ja, als er een tweede vervolg komt. In the sequel, that girl is gone. Maar in de tweede film is dat meisje weer weg. And he's chasing another one. En dan jaagt hij weer naar een ander meisje. Also, the hero in the movie. Ook de film, de held in het filmverhaal. He's not a family man. Is geen gezinsman. He does not go home to a family every night. Hij gaat niet 's avonds naar huis naar zijn gezin. He's uncomfortable around kids. Hij voelt zich wat onwennig als er kinderen in de buurt zijn. And they get in the way of his life. En kinderen staan hem gewoon in de weg. Here's another thing about the hero in the movie. Nog iets anders over de held in de filmverhalen. Now listen to this. En luister hier naar. He is not given to God-honoring labor. Hij geeft zich niet over aan arbeid waarmee God verheerlijkt wordt. He does not work a 9-to-5 job. Hij heeft niet een baan van 9 tot 5. He's a spy. Maar hij is bijvoorbeeld een spion. Or he is a fighter pilot. Of hij is een gevechtspiloot. Or he's a Viking. Of hij is een Viking. Or he's a motorcycle rider. Of hij is een motorberijder. But he doesn't work hard at a job. Maar hij is niet hard
bezig met een verantwoordelijke baan. That's why, brother. Dat is waarom, broeder. When a fighter pilot walks into the room, all the little boys go. Wanneer een gevechtspiloot ergens een huiskamer binnenloopt, alle jongens zoiets hebben van wow. But when you walk in as a faithful carpenter, they don't care. Maar als jij als een getrouwe, hardwerkende of timmerman gewoon naar binnen loopt, dan kijken ze helemaal niet op. Because they've been trained. Omdat ze geconditioneerd zijn door die films. He is not subject to the mundane or the common. De filmheld heeft niets te maken met het gewone. He never has to go to the grocery store. Hij hoeft nooit naar de supermarkt. He never has to get an oil change in his car. Hij hoeft de olie van zijn auto nooit te laten verversen. He never has to pay an electric bill. Hij hoeft nooit zijn rekeningen te betalen. And he never takes his screaming child to the dentist. En hij neemt nooit zijn huilende kind mee naar de tandarts. So Hollywood presents for us a man that is no man at all. Dus Hollywood die stelt ons voortdurend een man voor die eigenlijk helemaal geen man is. He's fictitious. Maar het is een virtuele man. He's a lie. Het is een voorgestelde man, zijn leugen. And if we compare ourselves to him, en als we onszelf aan zo iemand gaan spiegelen, we'll become very confused. Dan raken we heel erg in de war. Now this is the biggest point. Dit is het belangrijkste punt. The Hollywood hero in the movie. De held uit de Hollywoodfilms. He is a moral and ethical contradiction. Is moreel en ethisch gezien in contradictie. Er klopt iets niet moreel en ethisch gezien. He will risk his life to defeat the enemy and save the world. Hij riskeert zijn leven om de vijand te overwinnen en de wereld beter te maken. While at the same time he's a drunkard. Terwijl hij tegelijkertijd veel drinkt. And a womanizer who has a miserable life. En een man die vrouwen verslindt en er eigenlijk lamlendig aan toe is. So one of the reasons that men do not desire to be the head of a home. Dus een van de redenen waarom mannen geen verlangen hebben om echt leider te zijn van hun gezin. Is they're misled by the media. Is omdat ze gewoon misleid worden door de media. And you say, well, I never watched that. En dan zeg je misschien, ja, nou daar kijk ik nooit naar. But your culture does. Maar de hele cultuur waarin je leeft doet dat wel. And you are influenced by your culture. En ook jij wordt beïnvloed door je eigen cultuur. The people around you. De mensen rondom je heen. Now here's another reason why men do not want to assume the head of their home. Nou, ik geef je nog een andere reden waarom mannen de rol van het hoofdschap niet op zich nemen. Because it's hard work. Omdat het gewoon hard werken is. Disobedience. Ongehoorzaamheid dus. It's hard work. Het is hard werk. It requires self-sacrifice. Het eist zelfopoffering. And it requires the reorientation of your life. En het vereist een hele andere oriëntatie op het leven. You have to say goodbye to your personal ambitions. Je moet je persoonlijke ambities loslaten. Your hobbies. Je hobby's. Friends. Vrienden. Not all the time. Nou, niet helemaal. But most of the time. Maar wel grotendeels. Now let me give you some lies. Nou laat me je wat leugens noemen. Lies that men think of. Leugens waar die mensen bedenken. That being the breadwinner is enough. Dat je de kost verdient is genoeg. A man works, let's say 8-10 hours a day at the factory. Een man werkt 8 tot 10 uur per dag in de fabriek. He walks in the door of his house. En hij komt dan 's avonds thuis en loopt de deur, wandelt zijn huis binnen. Puts on his crown. Hij zet zijn kroon op. The king is home. De koning is gearriveerd. Where's my throne? Waar staat mijn troon? Gets in that chair. Hij gaat zitten op die stoel. Gets the newspaper. Hij pakt de krant. It's over. En nu heb ik het gedaan. I'm sorry, that's just not the way it's supposed to be. Het spijt me, maar zo behoort het niet te zijn. You think, but I have provided for my family. Maar dan denk je, maar ik heb toch de hele dag gewerkt om te zorgen voor mijn gezin. Well, let me shake your hand. Nou, laat me je de hand schudden. Congratulations. Gefeliciteerd. Here's a cookie. Hier heb je een koekje. Now get to work. En nu sta op en doe je werk. Here's a good rule. Dit is een goede regel.
Now again, this is not some legal rule. This is just something to help you understand what I'm about to say. Nou, dit is niet een of ander wettisch regeltje, maar ik noem dit om je te laten begrijpen wat ik bedoel. But I do kind of have an unwritten law in that I keep with me all the time. Sorry? I have a principle that I live by. Ja. Er is een soort ongeschreven regel, een principe wat ik altijd met me meedraag en waarvanuit ik leef. While I am at work, terwijl ik aan het werk ben, the children belong to my wife. Dan horen de kinderen mijn vrouw toe. When I come home, en wanneer ik thuis kom, 5 o'clock, 5 uur, whatever, hoe laat dan ook, they're mine. Dan zijn zij mijn verantwoordelijkheid. And they're mine until they go to bed. En ze zijn mijn verantwoordelijkheid totdat ik naar bed ga. Their dirty diapers are mine. Hun vuile luiers zijn mijn verantwoordelijkheid. Oh. Oh. Their baths are mine. Dat ze in bad worden gedaan is mijn verantwoordelijkheid. Playtime is mine. Dat er met ze gespeeld wordt is mijn taak. Reading the Bible stories together is my time. Samen de Bijbelverhalen lezen, dat hoort mij toe. They're mine. Ze zijn dan van mij. And you say, man. En je zegt misschien, man. That sounds like it would really wear you out. Het lijkt alsof dat moet jou wel heel erg moe maken. I'm actually only 19 years old. Maar ik ben pas 19 jaar oud. I am wore out. It's hard. It's difficult. Sorry. Oh, degene die dat zegt is pas 19 jaar oud. It will make you tired. Nou, het is waar. Je wordt er heel erg moe van. Ik ben ook heel erg moe. This is what we're called to do. Maar dit is wel wat wij geroepen zijn te doen. I know what you're thinking. Ik weet wat je nu denkt. What about me? Maar waar blijf ik dan? Well, here's what I've discovered. En dit is wat ik heb ontdekt. Unless you are married to Attila the Hun. Sorry. Unless your wife's name is Attila the Hun. Okay. Attila the Hun, you know Attila the Hun? Unless your wife is a descendant of the cruel and violent Vikings. Okay. Tenzij je vrouw een afstammeling is van de vreselijk vrede Vikingen. She's going to recognize what you're doing. Dan zal ze heel veel respect hebben voor wat je doet. She's going to respect you for what you're doing. Dan zal ze zeer veel respect hebben voor wat je doet. And she's going to give you time. En ze zal je tijd geven. She's going to come up to you one day. En dan zal ze naar je toe komen. This is what my wife does to me. En dit is wat mijn vrouw dan voor mij doet. She goes, you've been working hard. En dan zegt ze tegen me, je hebt zo hard gewerkt. I really appreciate it. En dat waardeer ik enorm. Now here's your bow. Nou, hier heb je je drankje. Here's your arrows. Oh nee, hier heb je je boog en hier heb je je pijlen. Go outside, have a good time. Ga naar buiten en heb een goede tijd. Kill something and bring it home. Ga maar lekker jagen en dood een dier en neem hem mee naar huis. And then we'll eat it. En dan gaan we dat samen opeten. Remember, I'm from America. I'm a Neanderthal. Weet je nog, ik kom uit Amerika. Ik ben een Neandertaler. She will honor me. Zij zal mij eren. She will show appreciation. Zij zal waardering uiten. You see, here's one of your problems. Weet je, dit is een van je problemen. Your wife is tired. Je vrouw is moe. And she's demanding things. En zij vraagt je dingen. You're tired and you're demanding things. En jij bent moe en jij vraagt haar dingen. You have totally lost the idea of blessing one another. Als je op die manier met elkaar omgaat, dan ben je het hele idee van elkaar zegenen uit het oog verloren. But when you serve each other, maar wanneer je elkaar dient, you'll begin to say, honey, just, you know, rest, go out, have a good time, do something. Dan begin je tegen elkaar te zeggen, lieverd, ga nu even zitten en zorg nu ook voor jezelf. I just really appreciate what you're doing. Ik heb zoveel waardering voor wat je hebt gedaan. I might forget to say this during the conference, so I'm going to say it now. Nou, het gebeurt wel eens dat ik dit vergeet te zeggen, daarom zeg ik het nu. Men will come to me and say, they say, my wife doesn't love me anymore. Er zijn mannen die naar mij toe komen en die tegen mij zeggen, mijn vrouw houdt niet meer van mij. Now, I want you to listen to something. Nou, ik wil graag dat je hier naar luistert. This is one of the greatest truths I ever learned. I ever learned. Oké, dit is een van de belangrijkste waarheden die ik ooit heb geleerd.
I wish I had thought of it, but I actually learned it from someone else. Ik wou dat ik het zelf had bedacht, maar ik heb het van iemand anders geleerd. What does the Bible say about Christ and the church? Wat zegt de Bijbel over Christus en de gemeente? It says, "This is love." Er staat: hierin is de liefde. Not that the church loved Christ. Niet dat de gemeente Christus heeft lief gehad. But Christ loved the church. Maar dat Christus de gemeente heeft lief gehad. And then it says, en dan staat er: the church loves Christ. Dat de gemeente Christus lief heeft. Because Christ loved the church first. Omdat Christus de gemeente eerst heeft lief gehad. You say your wife does not love you. Jij zegt dat jouw vrouw niet van jou houdt. The Bible says she will love you when you love her first. Maar de Bijbel zegt hier dus dat zij van je zal houden als jij haar eerst lief hebt. Now, I do understand something, men. Nou, er is iets wat ik begrijp, mannen. Sometimes women can be very sinful, just like men. Soms kunnen vrouwen heel zondig zijn, net als mannen. And there are men who are godly, who are married to women who are not even Christians. En er zijn mannen die de Heere echt lief hebben en die toegewijd zijn aan hun vrouw en dat hun vrouw niet eens Christen is. So it's not always the man's fault. Dus het is natuurlijk niet altijd de fout van de man. But there is a principle here. Maar toch is dit een principe. When I begin to think my wife isn't loving me enough, wanneer ik begin te denken dat mijn vrouw niet meer genoeg van mij houdt, I ask myself, am I loving her enough? Dan stel ik mijzelf de vraag, heb ik haar genoeg lief? Now here's a great principle. Dus dit is een groot principe. You know how we talked about men are supposed to lead? Weet je nog hoe we het hadden over dat mannen de leiding behoren te nemen? And brothers, you're pounding on your chest like a big gorilla. En mannen, jullie slaan op je borst als een grote boekito gorilla. I'm supposed to lead. Ik ben degene die de leiding moet nemen. Yes, you are. Ja, dat klopt. In this. Hierin. You lead in love. Je leidt in liefde. If she's gonna love you, als zij jou lief heeft, it's because you lead first. You take the lead. Als ze jou volgt, is het omdat jij eerst de leiding neemt. You show love first. Je hebt haar eerst lief. You see that? Zie je dat? You think first means you're king. Je denkt als eerst daaraan dat je koning bent. No, but headship means service, leadership through example. Het hoofdschap betekent dienstbaarheid. I'm the leader. Ik ben de leider. Then lead off. Nou, leid dan ook. Love her first. Wat wil zeggen, heb haar als eerste lief. So she will follow you by loving you. Zodat ze jou zal volgen en ook van jou gaat houden. Another lie. Een andere leugen. That men will often follow. Waar mannen vaak achteraan lopen. I don't know if they say this in Holland, but they say it all the time in the United States. Ik weet niet of ze dit in Nederland ook zeggen, maar in de Verenigde Staten wordt dit voortdurend gezegd. Well, I'm working all the time. Nou, ik ben de hele tijd aan het werk. In order to earn money. Zodat ik genoeg geld verdien. To give my wife and children the things I never had. Om mijn vrouw en kinderen de dingen te geven die ik zelf nooit heb gehad. It's the things you never had that actually built character in your life. Maar het zijn de dingen die je zelf nooit hebt gehad, die jouw eigen karakter hebben gevormd. You have not been called to give your wife and children all the things of this world. Je bent helemaal niet geroepen om je vrouw en kinderen alle dingen van deze wereld te geven. You are called to give your wife a husband and a lover. Je bent geroepen om je vrouw een echte man te geven. Een man die haar lief heeft. And you are called to give your children a father and a lover. En je bent geroepen om je kinderen een echte vader te geven die hen lief heeft. And I use that not in a romantic way, but a person given to loving, giving their love. En ik bedoel dan niet een soort romantische liefde, maar ik bedoel dat je een persoon bent die zich toewijdt aan de liefde. Now here's another lie that men often believe. Nou, dit is nog een andere leugen waar mannen vaak in geloven. They say, I don't spend a great quantity of time with my family. Zij zeggen, ik besteed niet zoveel hoeveelheid tijd met mijn kinderen, met mijn gezin. But I do spend quality time. Maar ik spendeer wel echte hoogstaande kwaliteit tijd met hen.
That's just not true. Maar dat klopt niet. Do you understand what I'm saying by that phrase? Begrijpen jullie wat ik bedoel hiermee? It's not true. Dat klopt niet. I'll give you an example. Your relationship with the Lord. Ik geef je een voorbeeld, je eigen relatie met de Heer. Every time you meet with the Lord to pray, do you have these special overwhelming visitations of God? Elke keer dat je tijd neemt om alleen te zijn met de Heer, heb je dan altijd die hele bijzondere ervaringen en bezoekingen van de Heer? Do you sense his presence in a marvelous way every time you bow your knee? Elke keer als je je knieën buigt, ervaar je dan zijn aanwezigheid op een heerlijke wijze? No, you don't. Nee, dat is niet zo. But if you live a life devoted to prayer, maar als je een leven leidt waarin je toegewijd bent aan het gebed, every once in a while God will visit you. Dan zal het van tijd tot tijd gebeuren dat de Heer je bezoekt. In a magnificent, unusual way. Op een machtige en ongewone manier. It's the same way with your family. En het is hetzelfde met het gezin. Quality time comes forth from a great quantity of time. Ja, dat je echt een hele bijzondere tijd met je gezin hebt, is het gevolg van dat je ook een bepaalde hoeveelheid tijd met je gezin doorbrengt. Spending hours a week with my children. Als je uren in de week met je kinderen doorbrengt, may lead to 20 or 30 minutes of incredible fellowship. Dat kan leiden tot 20 of 30 minuten van hele bijzondere contact met je kinderen. Do you understand me? Begrijp je wat ik bedoel? Yes or no? Ja of nee? Yes, okay. Ja? Okay. Now, nou, here's another lie and then we're going to finish on the lies. Een laatste leugen en dan stoppen we met de leugens. I can keep my cake and eat it too. Nee. All right, let me see how I put this. Oh, I can keep my cake? Yeah. And eat it too? Yeah. I can have it and eat it at the same time. Okay, ik kan een stukje taart hebben en tegelijkertijd ook opeten. But if you eat it, you're not going to have it. Do you understand? Maar als je het opeet, dan heb je het niet meer. What I'm you saying... If you eat your piece of cake, it's no longer there. No, not a piece. The whole thing. Some people say, I can have my cake... Sommigen zeggen, het gaat om de hele taart. Dus, And I can eat my cake. Ik kan mijn taart hebben en ik kan hem opeten. But if you eat your cake, you'll no longer have cake. Maar als je je taart opeet, dan heb je geen taart meer. So you have to make a decision. Dus je moet een beslissing nemen. Do I want to keep looking at my cake? Oh ja, wil ik blijven staren naar mijn taart? Do I want to sleep with my cake? Wil ik naar bed gaan met mijn taart? But if I eat my cake, maar als ik mijn taart opeet, it's all gone. Dan is die taart helemaal weg. So the point is, you've got to make a decision about certain things. Nou, het punt wat ik hiermee wil maken is dit: je moet een beslissing nemen over sommige zaken. You can't have everything. Je kunt niet alles hebben. I was teaching one time in the United States, and there were 3 girls in the audience that were very professional university students. Nou, ik sprak een keer op een universiteit, en in de ruimte waar ik sprak. Waren 3 jonge dames aanwezig. Ze waren zeer professionele en uitmuntende studenten. They were brilliant and they were going to 2 of them were going to be doctors and one of them was going to be a lawyer. Ja, oké, ze waren briljante studenten. 2 daarvan zouden dokter worden en een andere advocaat. And they got really mad at me. En ze werden echt boos op mij. Because they said we're going to be professional women and mothers. Want zij zeiden, wij zullen vrouwen zijn die een carrière najagen en we zullen ook moeders zijn. And I said, no, you're not. En toen zei ik tegen hen, nee, dat zal niet gebeuren. They said, who do you think you are? En toen zeiden ze, wie denk jij wel niet dat je bent? That's beside the point. Maar dit is het punt wat ik wil maken. You're not going to do that. Dat gaat je niet lukken. They said, yes, we are. Toen zeggen ze, wel. I said, okay, let me ask you a question. En toen zei ik, oké, laat me je dan deze vraag stellen. How many hours a week do you think the average doctor works in the United States? Nou, hoeveel uur denk je dat de gemiddelde arts werkt in de Verenigde Staten? 75. 80. 80. On a good week. Dat is een goede week. When things are kind of slow. Als de dingen wat langzaam gaan. So just when are you going to take care of this little baby? Dus wanneer ga je dan zorgen voor je kleine baby? You see, the point is, we live in a culture where we think we can have everything. Ja, het punt is dat wij in een cultuur leven die ons doet denken dat we alles kunnen hebben.
You've got to make choices. Maar je moet keuzes maken. And not just the wife, the husband. En niet alleen de vrouw, maar vooral ook de man. I know of men who could be making twice the money they make right now. Ik ken mannen die twee keer zoveel zouden kunnen verdienen als dat ze nu verdienen. But they turn down the job. Maar ze wijzen een andere aanstelling af. Because it would take them away from their wife and their children too much. Omdat het hen te veel zou weghouden van hun vrouw en kinderen. You can't have your cake and eat it too. Je kunt niet je taart helemaal bewaren en er ook van eten. Now, I want us to turn to Isaiah for a moment, and then we're going to. I know it's late, but this is really important. Nou, ik wil graag met jullie naar Jesaja. Ik weet ook dat het laat wordt, maar dit is heel belangrijk. One of the reasons why men do not assume leadership in their home. Nou, een van de redenen waarom de mannen de rol van het leiderschap niet op zich nemen in het gezin. In chapter 3 of Isaiah. Jesaja hoofdstuk 3. We see the upheaval of society. Society is turned upside down. Dan zien we dat samenlevingen, maatschappijen binnenste buiten worden gekeerd. Verses 1 through 3. Read that. Vers 1 tot en met 3. Isaiah 3. Isaiah chapter 3, 1 through 3. Ja, Jesaja 3 vers 1 tot en met 3. Want zie, de Heere, Heere der heerscharen zal van Jeruzalem en van Juda wegnemen de stok en de staf, allen stok des broods en allen stok des waters, de held en de krijgsman, de rechter en de profeet, en de waarzegger en de oude, de overste van 50 en de aanzienlijke en de raadsman, en de wijze onder de werkmeesters, en die die kloek ter tale is. That's it. Okay. Because of the sins of Israel. Vanwege de zonde van Israël. God is going to remove all legitimate and illegitimate forms of leadership from his people. Gaat de Heere alle alle wettige en alle onwettige vormen van leiderschap gaat hij wegnemen van zijn volk. When God judges a culture or a society. Wanneer God een samenleving of een cultuur oordeelt. As he is judging the West. Zoals hij op dit moment het Westen aan het oordelen is. Europe, the United States. Europa en de Verenigde Staten. Don't fool yourself. We're under the judgment of God. Maak jezelf niets wijs. Wij leven onder het oordeel van God. He removes all legitimate and illegitimate forms of authority so that there's no leadership. Dan verwijdert hij alle wettige vormen van leiderschap en onwettige vormen van leiderschap zodat er helemaal geen leiderschap meer overblijft. At the end of the Roman Empire. Aan het einde van het Romeinse Rijk. People were crying out, where's the leadership? Waren mensen aan het uitroepen, waar zijn de leiders? And people are doing, the leaders are doing crazy things. I mean, is there anybody here who has any sense? En toen zeiden ze, degene die nu leiding geven doen zulke dwaze dingen, is er nog iemand die überhaupt gezond verstand heeft? Does that sound familiar? Nou, klinkt dat gezond? Of klinkt dat bekend? Now, look at verses 4 and 5. En kijk dan eens naar vers 4 en 5. Okay. En ik zal jongelingen stellen tot hun vorsten en kinderen zullen over hen heersen. En het volk zal gedrongen worden. De een zal zijn tegen de ander en een iegelijk tegen zijn naaste. De jongeling zal stout zijn tegen de oude, de verachte tegen de eerlijke. Until 5. Does that look familiar? Nou, komt dat je bekend voor? Just look at that. Kijk daar eens naar. That's our culture. Dat is onze cultuur. Now look at verse 12. Kijk eens naar vers 12. Okay. De drijvers mijns volks zijn kinderen en vrouwen heersen over hetzelfde. O mijn volk, die u leiden, verleiden u en de weg uw paden slokken zij in. We are seeing the complete upheaval. Of society. Society is being turned upside down. We zien eigenlijk de volledige omverwerping van de samenleving. De samenleving wordt binnenste buiten gekeerd. Most of you who are young can't see this. De meeste van jullie die jong zijn, die zien dit nog niet. Why? Waarom niet? They don't teach history anymore. Omdat geschiedenis niet meer onderwezen wordt. In the schools. In de scholen. Or if they do, it's a history that has been revised. Of als dat wel gebeurt, dan wordt er een geschiedenis onderwezen die herzien is. Some of you who are older.
En sommige van jullie die wat ouder zijn. In the last 40 years, you've seen how much culture has changed. In de afgelopen 40 jaar heb je zelf kunnen waarnemen hoezeer de cultuur veranderd is. Some of the things that were foundational to society. Sommige van de dingen die vroeger werkelijk fundamenteel de grondslag waren voor de samenleving. Have been totally destroyed. Die zijn nu helemaal verwoest. And things have been put in their place. En andere dingen zijn daarvoor in de plaats gekomen. That are not right. Die niet juist zijn. The family. Bijvoorbeeld het gezin. Just look at it. Kijk eens naar het gezin. Some of you who are 40, 50 years old. Sommige van jullie die 40, 50 jaar oud zijn. Can you see a difference in the last 40 years? Kan je een verschil zien dat zich heeft voltrokken de afgelopen 40 jaar? Can you see the disintegration of the family? Kan je de desintegratie, het uiteenvallen van het gezin zien? And this is why. En dit is de reden. We must rebuild the family in the church. We moeten opnieuw bouwen aan het gezin in de kerk. But according to the Bible. Overeenkomstig de Bijbel. Tomorrow I'm going to try to teach a lot faster. Nou, morgen ga ik proberen om veel sneller onderwijs te geven. There is so much I need to talk to the men about. Er is zoveel wat ik de mannen moet leren. Because they have so many responsibilities. Omdat de mannen zoveel verantwoordelijkheden dragen. I don't even know. I mean, I've got pages here that you need to hear. Nou, ik heb hier nog bladzijden vol die, wat je echt moet horen. Because the man must lead in this. Omdat de mannen de leiding moeten nemen hierin. If your wife has to take you by the hand. Als je vrouw je bij de hand moet nemen. And say, okay now. En moet zeggen, okay, nu. You're going to be the spiritual leader. Nu ga je de geestelijke leider zijn. Here, well, honey, I don't know what to do. En je zegt maar, liefje, ik weet niet wat ik moet doen. I'll tell you what to do. En de vrouw zegt, ik zal je vertellen wat je moet doen. And you can pretend you're the leader. En dan kan je jezelf wijsmaken dat je de leider bent. You know the old Greek saying, don't you? Je kent het oude Griekse gezegde, niet waar? The man, this is what the women say. Dit is wat de vrouwen zeggen. The man is the head. De man is het hoofd. But the woman is the neck and she turns the head wherever she wants it to go. Maar de vrouw is de nek en zij zorgt dat het hoofd zich beweegt zoals zij dat wil. No. Nee. The man is the head. De man is het hoofd. And he uses his authority. En hij maakt gebruik van zijn gezag. To lay down his life. Om zijn leven neer te leggen. In service to God. In dienst aan God. By blessing his wife and children. Door tot zegen te zijn voor zijn vrouw en kinderen. Let's pray. Laten we bidden. Father, I come before you, Lord, and I ask you to take this and use it, Father. And please help us through this week, Lord, to do as much as we can, to get through as much as this material as we can. Because, Father, that our families would be holy, that they would honor you, that they would be biblical. In Jesus' name, amen. Mm.